kanaal Winnie's Vol. Ik ben Winnie en dit is vlog nummer 4. En voordat we het over vlog gaan hebben, wil ik zeggen dank jullie wel voor alle abonnees. Ik dacht het gaat wel eventjes duren voordat ik 100 abonnees heb gehaald. Maar ik heb er bijna 200, 198. Dus de giveaway gaat er zo uit. Ik heb iets leuks bedacht ervoor en ik heb iets super tofs binnengekregen. En daar wil ik je alles over vertellen aan het eind van de vlog. Dus als je mee wilt doen, blijf vooral kijken. En word abonnee op mijn kanaal. Want hoe meer, hoe leuker en hoe gezelliger. Laten we gauw starten over wol. Ik heb geen project af. Ik heb wel een hele hoop lopende projecten natuurlijk. En ik heb een paar projecten erbij gepakt die ik al een tijdje in de hoek had geslingerd. Waar ik even niet uitkwam of geen zin in had. En ik heb een paar projecten niks aan gewerkt. Dus ik denk dat ik die maar oversla totdat ik er weer aan ga werken. Want anders dan blijf ik ouwe hoeren over wol. En dat zijn we achtergekomen. Daar ben ik goed in. Laten we gauw gaan beginnen. Laat ik met mijn truitje beginnen, want ik ben er eigenlijk best wel trots op wat ik heb gebreid in de afgelopen 2 weken aan mijn truitje. Ik ben best wel ver gekomen. Het is een ripple crop top, het patroon van Jessie May. Ik koop mijn patronen op Ravelry. Ik moet wel zeggen, Ravelry is veranderd en ik krijg er enorme hoofdpijnaanvallen van. Dus ik ben er niet heel blij mee, maar ja, ik heb al mijn patronen daar zitten, dus af en toe kijk ik er wel op, maar dan heb ik meteen hoofdpijn. Dus ik ben niet zo blij dat Ravelry veranderd is. Ik hoop dat ze het weer terug veranderen, want dan kan ik weer bij mijn bibliotheek vol met patronen komen. Oh, ik ben zo blij dat ik deze uitgeprint had, anders had ik er niet aan kunnen breien. Nou, zoals jullie zien, waar ik de vorige keer was met mijn vlog, is bij het bijtje. En ik heb dit allemaal gebreid vanaf het bijtje in 2 weken. Echt. Ik moet 11,5 inch volgens patroon. Dan wordt hij vrij kort. Dus ik ga hem iets langer maken. Dus ik ben wat langer bezig. Maar het is nu niet nadenken. 3 om 3, 3 recht, 3 afrecht. Boordsteek. Het is dik 350 steken op de naalden. Dus hij lijkt vrij klein. Maar hij wordt echt enorm, want ik wilde niet dat hij strak zou vallen en ook niet dat hij te groot zou vallen. Dus dat hij, ik hoop dat het past. Zo denk ik, dit ga ik nooit passen, maar iedereen op Ravelry zegt, hou eraan, want het komt goed. Daar ga ik dan maar vanuit. Ik brei deze op Chowgoo naalden 3,5 mm op een koord van 80 cm. Breien met garen van Lowland Fiber Arts, handgeverfde garens. Dus ik wissel mijn garens af van elkaar om geen pooling te krijgen. Dus dat je niet één kleur bij de, nou ja, dat je echt heel veel kleurverschil ziet tussen de ene bol en de andere bol. Hier vorige keer ook geprobeerd met uitleggen hoe ik dat doe, maar daar ben ik niet zo heel duidelijk in. Dus ik brei nu met de 2 onderste. En straks stop ik hem met eentje even. En dan pak ik een derde erbij. En dan wissel ik weer 2 de hele tijd af. Ik doe echt 1 toer met de een en 1 toer met de ander. Zodat je geen kleurverschillen ziet. Omdat het met handgeverfde wol altijd, geen 1 streng is hetzelfde. Dus je moet, als je geen kleurverschil wil zien, of dat het in elkaar overloopt, moet je daar inderdaad rekening mee houden. Dus doen we dat. Of proberen we dat in ieder geval. Ik zal straks even mijn steekmarkeerder omhoog doen. Dan kan ik zien dat ik tot aan de volgende vlog kan breien. Het is echt een super fijn project. Niet nadenken, lekker doorgaan. En ja, ik denk dat het wel leuk is om een project erbij te pakken die ik echt al een jaar aan de kant heb gegooid. Vooral omdat ik de overgang niet leuk vond. Dit is een haakproject. Ik zal hem even niet het patroon laten zien.
Dit is het project. En het is een beach bag van Bombini. En ik heb deze niet de afgelopen weversmarkt in Horen gekocht, maar die daarvoor al. Dus ik heb hem echt heel snel al heel lang aan de kant gegooid. En ik haak hem met junior, dus dat is 3 millimeter koord. En ik ben zover. Ik heb hem helemaal uit moeten halen, want ik vond de overgang aan de achterkant, wat ik had, helemaal niet mooi. En hier zie je ook wel overgang in, maar ja, op camera iets meer dan in het echt. In het echt zie je dat minder. Maar op camera zie je het wel. Maar hoe ze het hadden was dat je iedere tool moest je afsluiten. En dan moest je de volgende aanhechten en dan weer afsluiten, aanhechten. En de draad meenemen via de binnenkant. Dat doe ik nu ook. Maar ik heb hem inderdaad dat je hem bijna... Nou ja, je hebt een klein koordje aan de binnenkant en de achterkant. Maar hoe dat werd bij mij bij die vorige, bij de manier zoals ze het uitgelegd hadden in het patroon, ja, werd die echt heel lelijk. Werd ik er echt niet blij van. Dus ik heb hem helemaal uitgehaald en overnieuw begonnen. En nu nou ja, ben ik met de bovenkant bezig. Dus ik ben hier mee bezig. En dan moet ik de bandjes, of ja, de band nog doen. En dan is hij eigenlijk klaar. Dus ik denk dat ik hem wel af kan maken. Moet ik het wel doen. Moet er gewoon even goed voor gaan zitten. Ik haak hem op haaknaald 8. En nou weet ik even niet waar ik die zo snel heb gedaan. Want die heb ik weer in een hoek gegooid. Ik denk dat die hier in mijn bakje zit. Als het goed is wel. Nee, dat is 7. Ik heb ergens haaknaald 8 heen geslingerd. Waarschijnlijk ergens op de bank ligt hij. Daar was ik mee bezig met deze. Maar ik vind hem wel heel vrolijk worden. Het is echt een fijne tas. Ik denk dat dit een werktasje gaat worden. Want naar het strand gaan ben ik niet zo type voor. Dus nou ja. Maar wel altijd een leuke tas. Ik vind hem echt heel leuk. Ik ben er echt heel blij mee. Dus ik had hem een jaar in de hoek gegooid. En ik dacht, nu moet hij toch eigenlijk echt wel afkomen. Zijn er nog niet. We gaan wel lekker. En dan heb ik mijn Steven West sjaal. De Vestige United. Ja, ik ga hem beter leren uitspreken. Ik ben met het derde deel bezig. Het tweede deel, daar was ik mee bezig in de vorige vlog. Even kijken waar ik mijn steekmarkeerder heb. Ik moest echt nog maar een paar toertjes doen. En nu ben ik het derde deel ertussenin aan het breien. Het wordt echt een enorme sjaal, maar wel heel gaaf. Ben hier nog wel eventjes zoet mee geweest. Ik heb hem ook eventjes uit moeten halen een keer, want het ging niet. Hij ging niet zo netjes in het begin. Ik deed iets. Ik denk volgens mij zit het niet helemaal zoals het patroon moest. Maar ik heb nu de slag te pakken. En dan heb ik alle 5 kleuren erin als ik deze af heb. En dan gaan we over naar de volgende delen. Ik geloof dat er 5 of 6 delen zijn die je erin moet breien. En dan moet je een eikoord eromheen. Nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan, zoals Pippi Langkous zegt. De 2 onderste kleuren heb ik zelf geverfd. Paars met alle spekkels, wit met alle spekkels, die alle verfsoorten die ik heb. Dus die is om en om afwisselend. Je ziet het wel als ik hem uit een beetje opspan, zie je de 2 soorten. De bovenste, dat is om en om afgewisseld met Colorful Creativity, Caroline. Die heeft de felroze en een paarse streep, die donkere paarse streep, die is inderdaad van Amy Florence van Stranded Dye Works. En dat is ook, deze kleur heb ik ook van Amy Florence van Stranded Dye Works. Dus allemaal handgeverfde garen. Ik heb het niet in één keer gekocht.
En sowieso die twee die ik zelf heb geverfd, heb ik vorig jaar geverfd. En om uit te proberen, gewoon lekker met kleuren te spelen. En ik heb heel rustig aan andere strengetjes erbij gekocht, want het zijn niet de goedkoopste strengen. Dus ik had het heel rustig aan. En ik had dit patroon al in mijn hoofd, wat ik wilde. Dus ik wist dat ik 5 strengen nodig had in totaal. Dus ik heb het heel rustig aan bij elkaar gespaard. Sommigen hebben dat in één keer, ik niet. Dus ik zal hier ook het hartje, mijn zwarte hartje, zal ik ook gaan verplaatsen om te zien wat ik de volgende 2 weken ermee ga werken. Hoe dat gaat. En dan alweer, oh nee, niet de laatste project. Een vloerkleed. Oh, hij wordt wel heel groot. Jeez. Dit is met Bobbini Premium. En dat is volgens mij de 5 mm. Ja, 5 mm koord. Ik heb verschillende kleuren. Maar ik heb tekort. Dus ik heb mijn laatste tour waar ik mee bezig ben nog niet af. Ik moet nog eventjes nieuwe extra garen erbij halen. Ik heb wel nog een andere kleur, maar die vind ik er niet zo mooi bij staan. Dus ik denk dat ik toch maar nog meer donkerblauw groen erbij ga halen en deze lichtblauwe tint. En dat ik hem in die 3 kleuren doe. Dus iedere 2 toeren een wisselen. Want deze heb ik nog, maar ik vind hem er niet zo heel mooi bij staan. Dus ik denk dat, nee, ja, het kan wel, maar ja, ik kan geen 2 toeren met deze doen. En dan is hij alweer op. Dus dan, nee. Ja, ik vind dat niet zo mooi eigenlijk. Het patroon is van Basic Lodge. Die heb ik op het haakcafé. Waar ik in mijn vakantie was. Ik zal hem eventjes een deel af. Die begint al het patroon. Dit is het vloerkleed hoe je wordt. In 1 kleur dan bij hun. Ik heb natuurlijk meerdere kleuren, want ik hou van heel veel kleur. Ik hou niet van 1 kleur. Al moet ik zeggen dat ik hem wel in 1 kleur echt heel erg gaaf vind. Dus misschien ga ik dat ook een keer maken. Want ik vind het ook leuk om 2 kleden hier te hebben. Want het is echt heel lekker spul om op te staan. Het is van Basic Lodge. En het is geen uitgeschreven patroon, maar alleen maar hoe noemen ze het? Een haakschema. Dus hier staat op welke steken je gebruikt. En dan volg je het haakschema. En ik schoot al aardig op. Ik moet nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toeren. Maar ja, hoe groter hoe verder ik kom, hoe langer de toeren worden. Dus ik heb veel meer garen nodig. Dus ik ga toch maar even kijken of Laura binnenkort open is, zodat ik wat meer kan halen. Want ja, ik haak hem op haaknaald 12, want ik haak vrij strak. En ik wilde hem, hij begon te krullen als ik hem op 10 deed. Het is geadviseerd tussen de 10 en de 12 ermee te haken. Dus ik ben lekker met haaknaald 12 aan de gang. Ik moet wel zeggen, het gaat gigantisch snel. Haakt snel weg. Oliver heeft er al op gezeten. Die heeft hem goed gekeurd. En er zitten hier wat haartjes van Oliver op. Daar zullen er wel meerdere van komen. Ik zal even kijken of ik een foto erbij kan invoegen. Hoe Oliver erop zit. Het is echt heel schattig. Want hij had echt zoiets van zo. Ik ging hem even uittesten hoe groot hij aan het worden was. En hij zat er al op van prima. ik heb een nieuw plekje gevonden. Dus dat ja, vind ik wel heel erg grappig. En ik heb een nieuw project opgezet. Sok van vader. Vanaf de teen omhoog. Op DPN's. Double pointed needles. Van Knit Pro. Dit is 3 mm. Dus op zich gaat het wel vrij hard. Dit is Lamme Yarns wol. Ja, niet de blauwe, maar de bruine variant.
Ik mocht rustig aan doen voor mijn vader, want hij had nu toch nog niet zoveel sok aan. Dus dat is fijn. Dus hier doe ik af en toe hier en daar een toertje aan breien. En dat was eigenlijk alles. Alles waar ik mee bezig ben geweest. Ja, de sjaal van Westknit. De strandtas van Bombini. Vloekleed Bombini. Sokken. En mijn truitje, Ripple Crop Top. Dus het valt eigenlijk wel mee. Maar ik heb gewoon een hele hoop aan hetzelfde gehaakt, gebreid. En ja, maar wel afwisselend, waardoor ik niks af heb. Dat zal je altijd zien. Dan de giveaway. Ja, laten we het daarover hebben. Hoe gaan we het doen? Ik wilde natuurlijk een streng van mezelf, een zelfgeverfde streng wilde ik weggeven. Daar kreeg ik hele leuke reacties op. Mensen vonden hem, jullie vonden hem leuk. Zagen het wel zitten om er of sokken of een sjaal zag ik er voorbij komen. Ik zag er van allerlei dingen voorbij komen wat jullie ervan wilden maken. Dus ik denk leuk. En ik dacht, omdat we er bijna 200 hebben, ga ik twee mensen blij maken. En een hele lieve kijker die contactte me. Van zou je het leuk vinden als ik wat voor je maak dat je ook weg kan geven. En daar was ik eerst wat terughoudend in. Want ik dacht, ja, daar was het me niet om te doen. Ik vond het leuk om iets weg te geven wat ik zelf had gemaakt, geverfd. En met het idee van niet iets nieuws te verkopen. Of, maar gewoon iets van mezelf weg te geven. En... maar zei, ik wil heel graag een project bag voor je maken, zodat je die erbij kan weggeven. En ik kreeg echt een super lief kaartje erbij. Ze heeft er namelijk twee gemaakt. En eentje mocht ik zelf houden en de andere mocht ik weggeven. Deze prachtige blauwe. Daar ben ik wel verliefd op. En deze super mooie roze. En het is Lun. Dit ga ik heel erg fout zeggen, je Instagram naam. Lunastra Knit. Lunastra Knit. Ze verkoopt ook de project bags via Instagram. En ik heb er dus eentje bij de besteld nog. Want ik wil natuurlijk twee mensen blij maken. Maar deze blauwe, die ga ik zelf houden. Ik heb wel ongeveer een blauwe weer gekocht. Maar volgens mij een iets meer mintkleur. Die vond ik ook heel leuk. Aan de binnenkant zal ik er eentje uitpakken. Oh, dit gaat wel heel erg kraken. Sorry. Sorry, not sorry. Het is van Canvas. En de binnenkant heeft twee vakjes. Dus je kan ook je schaartjes erin. Of je steekmarkeerders. Je hebt echt ruimte voor twee, drie strengen. En ja, je kan ook dus extra vakjes waar je je toeren tellen en alles in kan doen. Hij kan fantastisch met de touwtjes echt dicht. En je hebt er heel mooi een handvat omheen waar je dus zeg maar lopende weg ermee kan breien of haken. Dat vind ik altijd heel fijn. Ik gebruik die ook heel vaak. Vooral op mijn werk. Even lopen, even kijken. In mijn nachtdienst, hè? Want overdag heb ik daar geen tijd voor. Of dat heb ik nog niet gehad, daar heb ik nog niet naar gekeken. Dus ik ga er twee weggeven. Dus jullie krijgen en een project bag. Ik ga nog een keer proberen je naam uit te spreken. Lunastra Knit. Kijk op haar Instagram. Ik zou het leuk vinden als jullie er ook een volg geven. Want ze maakt echt hele leuke dingen in haar stories. Opgeslagen stories staan ook meer tasjes in die ze verkoopt. En je kan een heel fijn contact opnemen met haar. Je krijgt een betaalverzoekje en ze stuurt hem op. Het is echt geweldig. Nou, dan mijn zelfgeverfde streng die ik voor beide erin heb. Want ik had er twee. Dus ik kan twee mensen blij maken. En ik heb er een eigen gemaakte steekmarkeerder in. En ik doe er nog meer leuke dingen in die ik heel erg belangrijk en handig vind in een projecttas. Dus nog meer steekmarkeerders, een sleutelhanger met wat haaknaalden. Ook handig met breien als je een steek laat vallen. Dan kan je een haaknaald ertussen gebruiken en de toeren tellen. Dus ik dacht, ik maak er twee hele leuke pakketjes van vol met van alles. Wat je ervoor moet doen.
natuurlijk even abonnee zijn op mijn kanaal. Hoe meer, hoe leuker, hoe vaker op YouTube denkt van hey, er zijn zoveel abonnees geworden. Ik ga de video's veel meer laten zien aan anderen. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Een like, subscribe en zeg wat je ermee wil maken. Dus in de opmerkingen, zet een opmerking erin. Wat wil je ermee maken? Ik zal er niet op reageren, want anders neemt mijn... ik heb gekeken naar een comment picker. Ook mijn opmerkingen erin op. Dus ik doe sowieso een hartje dat ik gezien heb wat jullie hebben gezegd. Ik lees alles, want ik vind het echt super leuk wat jullie... Ik ben heel benieuwd wat jullie er allemaal van willen maken. En dan gaan we volgende week twee namen eruit halen en eruit trekken wie ik blij mee kan maken. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan willen maken. Ja, dat was mijn idee. Ik hoop dat ik dat goed doe. Ik heb het nog nooit gedaan, dus we gaan het gewoon doen. Like, subscribe en geef een comment. En vanuit de comments kan ik zien of je mee wil doen of niet. Als je niet mee wil doen, is het ook goed. Niet iedereen vond streng mooi, snap ik, want het is niet iedereens kleuren. Ik vind ze leuk, maar ik ga ze wel weggeven, want ik heb nog twee, maar dan iets anders geverfd, andere techniek. En super tof project bag. Dus dit is er één. En dit is voor de tweede. Precies hetzelfde zit erin. Andere project bag. Ik hou deze blauwe. Er komt een. Of ik hou die lichtblauw. Want deze hebben jullie gezien. Dat is denk ik fijner. Die lichtblauw vond ik ook super leuk. Ja, ik denk dat ik dat doe. Ik hou die lichtblauwe. En dan geef ik de roze of deze blauwe weg. Dus. Jullie weten wat jullie te doen staat. Ja. Dan is dit eigenlijk alles. Waar ik het over ga hebben, dan hebben we alles gehad volgens mij. Ja, mijn projecten waar ik mee bezig ben. De giveaway. Like, subscribe en geef een comment. En dan zie ik jullie over 2 weken. Heel veel brei en haakplezier.